De rekenkamer Rotterdam maakt zich zorgen over de vanochtend gepresenteerde begroting van de gemeente Rotterdam. Volgens de rekenkamer houdt het college van BNW nog te weinig rekening met mogelijke extra financiële tegenvallers. Ook bestaat de kans dat de bezuinigingen in de praktijk minder zullen opleveren dan op papier. Er wordt al meer bezuinigd dan begin dit jaar was voorzien. Wethouder Kriens van Financiën zei vanochtend dat er mogelijk enkele honderden ambtenaren meer uit moeten dan de duizend die eerder al waren aangekondigd. Het echtpaar De Haas in Bergse Hoek wordt nog niet uit zijn huis gezet. De gemeente Lansingerland wilde het bejaarde koppel morgen op straat zetten, maar dat is in elk geval uitgesteld tot maandag. Dan doet de rechter uitspraak in een zaak waarin Aad en Nel De Haas hun gedwongen uitzetting aanvechten. Het echtpaar wil van de gemeente meer tijd om te verhuizen naar een verzorgingshuis. De woning van het echtpaar past volgens de gemeente niet meer in het bestemmingsplan. Eerder dreigde het huis al gesloopt te worden voor de aanleg van de HSL en nu gaat het om een flat die op de grond van de familie De Haas is gepland. Vijf jaar geleden leidde de strijd om het huis ertoe dat dochter Mieke de Haas een politieke partij oprichtte, waarmee ze een zetel veroverde in de gemeenteraad van Lansingerland. De Rotterdamse film Beet is in de prijzen gevallen op het Nederlands Filmfestival in Utrecht. De film van regisseur Hans Groenendijk kreeg drie prijzen tijdens het 48 uur filmproject. Daarbij moet een film binnen 48 uur geschreven, gefilmd en gemonteerd worden. Beet legde beslag op de prijs voor het beste camerawerk, de beste acteur in een bijrol en de prijs voor het beste gebruik van de verplichte zin. Dit is ongelooflijk mooi. Maar zo hopeloos onpraktisch. In Utrecht streden in totaal 52 films om de prijzen. Vandaag is het opnieuw zonnig. En erg warm voor de tijd van het jaar met temperaturen ja, tot lokaal nog wel 25 graden en er staat nauwelijks wind.